Het voelde je toen daar nog wel een beetje tam uit waren. We hadden nog wat zinnen, we hadden droege perioden, flinke droege perioden. Maar het zal joen morgen van een pad en vooral ik vrede sneun oorswijzen. Joen en vannacht, ja, rein. Soms ligt er rein, soms ruint het even wat steviger. En we hadden nog altijd een vannacht hege temperaturen. 9,5 graden, de hoogste temperaturen op de Arloon. De wind uit het zuiden en het zuidwesten mooi, wat meer krimpend, matig en vrij krachtig, maar die kan letterlijk in het kustgebied al wel krachtig wezen, krijgt we hier van size. En dan zetten we terug naar morgen, dan hebben we eerst nog wel wat rein, maar dan is toch ik wel weer een droege periode, maar het bloed bewolkt. En dan letterlijk in de midden, of het tweede pad van de midden, in de joentiet in de nacht, al weer rein. En flink wat rein ik. De temperaturen, die zijn nog altijd een heeg. Ik denk dat we morgen uitkomen zomaar bij de 14 of de 15 graden heen. En de wind, maar de wijze, krachtig onthut, stormig in het kust- en waardgebied. En dat betekent kans op windstitten, maar misschien bij vlagen in het waardgebied. Ik nog wel eens even die krijgt nogen. En dan zou dat genoeg, roeg, roeg en nog eens een keer roeg. In de joentiet even wat minder wind, met bloed, wiet en het waaien. En dan zetten we terug naar de orendagen. Hoe vrij te sneuwen kan ik kwad wijzen. Twee dagen mooi betieden rein. Bewolking, de zinnen komt er net onder pas. En de wind wordt wat minder sterk. De temperaturen staan gewoon wat leger. Ik denk dat we vrij nog uitkomen om het bij de 13 of 14 graden. En sneuwen om het bij de 12 graden. En sneuwen, de zinnen is wel waarom. Maar er ben ik nog buien. Temperaturen zijn 9 graden. En zo is nou de temperatuur in de nacht. Zijn 12 graden. Dan wordt het echt even kouder. Hoe het verder uitpakt, we met de moon, maar weer even in het waasje. Thank you.